Vandaag ga ik één dag terug naar school met Femke Louise. Wat ze niet weet is dat ik van tevoren contact heb gehad met haar moeder om haar hele schooltijd uit te pluizen. Ik zie de schoolfoto's wel tegemoet. Zo ziet Femke leraren die ze jaren niet gezien heeft, krijgen we weer dansles en herkent ze zelfs één van haar schoolvriendinnen niet meer. Oh my god, Iris! Hallo, welkom. Ik heb mijn eigen schoollijn, daar ben ik vet trots op. Ik vind het geweldig. En om die schoollijn te promoten en te eren, maak ik YouTube-video's waarin ik terug ga naar school met mijn favoriete mensen op aarde. En één daarvan is Femke! Dit is Femke, bekend van haar hits Heb je even voor mij en Bloed, zweet en tranen. Ik bedoel natuurlijk... En nu ben ik emotieloos. Hallo. Yes. Ja. Femke. Hoe gaat het? Hoezo stel jij de vragen? Ja, okay. Dit is mijn video. Ik ga vandaag een dag terug naar school. Ik ben op het, hoe heet deze school? Het Buitenhout College. In? Almere. Represent. Belangrijk is, ik heb je papiertje. Ja. Heb je je diploma? Ja, eerste jaar was ik eigenlijk best wel een beetje stout. En toen ging echt wel stout. Stoute Femke. We gaan vandaag weer jouw schooltijd herbeleven. Oké. Okay. Heb je schoolspullen meegenomen? Nee. Femke, treed binnen. Welkom. Leuk. In de schoolspullen heaven. Het is belangrijk dat je je eigen stijl ontwikkelt. Ja. Dus ik heb allemaal dingen, etuis, pennen, schriften, tassen, mappen. Je mag alles kiezen. Deze vind ik leuk. Aight. Boom. Boom. Best decision ever. Ik heb dit nooit gesnapt. Mensen die sissi drinken mogen sowieso naar de hel. Nou, dan, bedankt zeg. Dan disrespect. Ik hou er echt, echt? Van. Sissi. Ja. Prima. Ja, die is wel mag echt allemaal. Wel leuk. Kijk, die is wel echt wel leuk. Zo verkoop je iets. En mag jij een van mij kiezen? Kijk, boom, boom. Zo kennen we je weer. Deze kunnen we verschillende kleuren. Je mocht er maar één, maar prima. Dit vind jij lekker, dat weet ik zeker. Voel dit. Ja, dit is echt. Maar ik vind deze leuker. Oké, dan pak je toch die. Ze zijn toch allebei van mij. Waarom heb je geen paprika snack erbij gedaan? Een paprika snack? Ja. Wat denk jij? Moet je kijken. Dan missen we nog één ding, Femke Louise. Nou, vertel. Nou, we moeten wel even weten wat we gaan doen. Oh nee, toch? Ja, ja. We gaan ervoor. Ik heb even achterhaald wat jouw favoriete en minst favoriete vakken waren. Vandaag ga je eraan geloven, Femke. Ze heeft er zin in, ik zie het. Femke heeft nu al spijt. Waar gaan we mee beginnen? Ja, met geschiedenis, toch? Geschiedenis. Hey, die foto's. Wauw. Ja, waar kijken we nou? Leg het eens even uit. Nou, dit waren dus mijn beste vriendinnen op school. Lorraine en Demi. Wij waren echt met z'n tweeën. We waren echt helemaal gek. Wat voor gekke dingen gewoon deden gek, jullie dan? Gewoon gek. Altijd rode lippenstift op naar school. Ja, dit ben jij. Oh, nee. Op zich ben je niet heel... Ja, oké. Op zich ben je heel veranderd. Zoek de verschillen. Als je iets tegen die meiden zou kunnen zeggen, wat zou je dan zeggen tegen? Ik mis jullie. Ja? Ja. Ik zo ook. Oh my god. David! What the fuck? Hey. What a surprise. Yeah. Oh my god. Iris? Ik zeg het. Jij skipte. Wat gebeurt? Jij skipte al haar. Dus ik dacht... Wow, hebben jullie ruzie of zo? Wat is dit? Je had toch helemaal niet herkend. Nee. Kijk, Femke zegt, zei net tegen mij, ja, de eerste jaar had ik fokticket op en zo. Is dat waar? Ja, maar waar ik denk aan het einde wel. In het begin waren we best wel braaf, maar wij hebben elkaar alleen in het eerste gezien. Het laatste jaar was wel heftig jaar. Jij blijft echt de hele tijd stil. Zo. Nee. Nou, ik zeg niks. Nee. Ik zeg helemaal niks. Ik heb geheimhoudingsplicht. Wie is in dit? Oh, oké. Okay. Ja, daar gaan we. Ja, dit was toen Jimmy. Dat was met mijn vriendje. Ja, dat zie ik ook. Mijn patas. Oh. Ja, en dat was ik. Ja. Nou, we hebben Jimmy ook gevraagd of hij even wilde komen. Nee, toch? Je liegt. Nee, toch? Maak je nu grap of niet? Nee. Nee, Jimmy wilde niet. Okay. Maar hoe kijk je terug? Hoe krijgen jullie terug op de schooltijd in één woord? Leuk. Ja, gezellig. Ja. Ja. Lang.
echt geen haast. Ze heeft scheid. Liep je altijd zo het lokaal binnen? Nee. Ik heb gehoord dat jouw allerbeste vak aardrijkskunde was. Ja. Natuurlijk belangrijk om te weten hoe de aarde een beetje in elkaar zit. Een leraar zou alleen wel echt chill zijn. Dan meneer Konter. Dag Femke. Wat? Wie is dit? Ik hoorde dat hier een les gegeven moest worden, dus ik denk ik kom eens even kijken. Ik ben Kelvin en u bent aardrijkskundeleraar. Aardrijkskundeleraar en de oude mentor van de eerste klas van Femke. Oh, ja. Kijk eens. Dus u kunt mij precies vertellen hoe Femke was in de brugklas. Nou, Femke was een rustige leerling in het begin. En later kreeg ze een beetje verkering. Het werd ze een beetje ondeugdig. Ging ze kijken waar de grenzen lagen. Iedereen blijft ook echt de hele tijd oppervlakkig. Ja, toen zijn er wel wat dingen gebeurd, maar dat ga ik niet in detail vertellen. We gaan eventjes een beetje aardrijkskunde doen. Dit is een opdracht waarbij je zeg maar de vorm van de landen moet kijken welk land in Europa dit is. Italië. Heel goed. Wow, yo! Hé, hey, je gaat spieken. Deze vraag spiekt de hele tijd. Jij hebt toch eentje voor mij. Speak legend. Okay. Ja, als ik nu vertel dat dit een eiland is. U bent wel goed in gewoon de leerlingen helpen. Ja, ik heb Femke altijd geholpen. Overduidelijk, Finland. Boom. En dan hebben we natuurlijk nog maar één over. En die kan niet moeilijk zijn. Nee hoor. Oké. Okay. Ja, doei, je hebt van mij afgekeken. Hoezo? Jij hebt nog niks opgeschreven. Hebben we het goed? Dan gaan we even bekijken. Oostenrijk, Nederland, Italië, klopt. Lekker gedaan, Femke! Ja, je bent echt goed. Dus meneer, als u ons een cijfer moet geven? Nou, ik zou toch zeggen dan een 9, omdat jullie toch een klein beetje elkaar geholpen hebben. Okay. Maar het zit goed in elkaar. Doei! Pauze! Pauze! Mag ik ook proberen? Hey. Dit is gewoon een soort podium en aula in één. Je wordt ook altijd schoolfeesten gegeven en... Die heb je ook getonkt. Hier ben je ontgroend. Nee, maar dat betekent niet dat ik dat hier nog nooit heb gedaan. Oké. We're getting somewhere. Dit is het rad met dingen die je niet mag doen op school, die we wel gaan doen, omdat we nu volwassen zijn. Woehoe! Mag ik hem openmaken? Ja, je mag het briefje eraf pakken. Bowlen. We gaan bowlen. Met wat dan? Femke is enthousiast. I love it. Bowling time. Ben je er ready? Ja. Louter strikes, Femke. Ja? Let's go. Ik ben te hard voor je. Netjes. Ik beloof je met heel mijn hart dat die niet, die komt niet in de edit. Oké. Juist. Waarvoor? Ja. Boeia! I'm out. Later! Woehoe! Ik kan naar huis, ik ben klaar. Officieel klaar. We gaan gimmen. Hallo! Hi. Hallo! Nee, kijk, ik heb me laten vertellen dat jij een pesthekel had. Aan dansen. Aan dansen. Dus ik dacht, ik laat het gewoon doen. Oké. Laten we even eerlijk wezen, ik ben natuurlijk dancing queen, hè? Dat dus ja. Voor mij, wel. Het niveau mag best hoog zijn. Oké. Maar voor Femke, niet te moeilijk. Rechts. Links. Ha, 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 ha. 7, 8. Rechts, links, boven, langs. Ladies, this is how it goes. Zo wordt helemaal boos. De winnaar is. De winnaar is. Kolfijn. Ik wist ook dat dit kon komen. Het spijt me echt serieus. Ja. Ik had je graag deze prijs gegund, maar. nee. Volgende les. Hoi. Nieuwe les, nieuwe kansen. Les. Hallo mevrouw. Hoi, hallo. Als het, volgens het rooster hebben we drama les. Ja, klopt. Drama is wel leuk, toch? Ja. Heb je er wel eens drama gehad?
Mijn hele leven is drama. Jullie gaan een scène improviseren. Jij wil haar ten huwelijk vragen, okay. Maar jij bent er klaar mee. Okay. Ja? 3, 2, 1, actie. Ja, ouwe, ik zeg de hele dag al tegen je, je moet ze snoeien met de heggenschaar, niet met een normale schaar, begrijp je? Godverdomme zeggen. Het spijt me. Weet je wat jij moet snoeien? Hé, hey, schat, luister dan. Ik ben er maar een simpele tuinman. Het is 7 uur. Je weet en we het. Hadden om 6 uur afgesproken. Ja, je weet, ik werk. En ik zat hier al. Ik werk dubbele shifts. En je doet dit aan naar een restaurant. Ik heb helemaal mijn best gedaan. Ik kom rechtstreeks van mijn werk, ja. Ik probeer ons gewoon te onderhouden, snap je? Jij moet ons onderhouden. Schat. Ik moet jou onderhouden. Ik moet je wat vragen. Ik moet koken, ik moet wassen, ik moet strijken, ik moet alles doen. Dit ik moet kinderen zorgen. Dit is het moment, schat. Ik weet dat we geen geld hebben, dus ik heb geen ring, maar ik heb wel een ander cadeau voor je gekocht. Dit is het moment. Is dit nou de vraag of je mijn kind met me wil maken? Ik vraag je of ik met je mag... Is het de vraag dat je een kind met me wil maken of niet? Ik weet niet wat de fok je aan het doen bent, maar ik wil je gewoon vragen of je met me wilt trouwen. Ik heb deze hele pop uit... Rot op met die pop! Die komt uit Oezbekistan. Ik wil geen pop! Ik ben er klaar mee! Hij was tante dure pop, hé! Emotional ride. Ik kom op een gegeven moment niet meer, dus ik moet even denken. Ik vond het echt nice. Ik cijfer zou ik zeggen 9.5. Oké, 9.5, drama. Ik vond het echt leuk. Ik vond het ook leuk. Dit was leuker dan dansen. Je deed het ook goed. Jij ook. Zoals? Dit was een toples. Yeah. Tussenuur. Ik heb jouw moeder gebeld. Ja. Super lieve vrouw. Okay. Zij zei dat je op een gegeven moment had jij kreeg een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Nou. Mijn ouders gingen toen uit elkaar. En toen op een gegeven moment, ja weet je, mijn moeder die had een fulltime baan en we woonden hier. En ja, mijn moeder moest gewoon het huis blijven betalen en zo. Dus ze was tot elke dag, tot heel laat was ze werken. En mijn broertje was 4 en ik was hier gewoon op school. Dus dan als ik klaar was met school, ging ik naar huis, ging ik boodschappen doen, koken, wassen. Ik gunde dat haar ook gewoon heel erg. Dus ze die stap kon zetten van ja, en nu ben ik directeur van het bedrijf. Ja. Zeg maar, snap je? En ik vond het ook echt leuk. Ja. Dus ik heb er geen last van gehad ofzo. Ik heb nog een filmpje van iemand. Oké, ja? Iemand die jij kent. Ik heb jou, als ik me niet vergis, 1 jaar drama gegeven. Ik ben hartstikke trots op je. Ik wens je heel veel geluk bij alles wat je doet. Dus lieve groetjes vanuit Zwolle. Leuk! Ja man, maar dat was ook mijn favoriete vak. Ja? Toen ik dit zag, dacht ik, oké, je was een goede meid op school. Ja, ik was op zich wel een leuke meid. Toen ging gewoon af en toe even fout. Weet je waar de tijd voor is? Nou, de climax van vandaag. Het eindexamen. Het volgende eindexamen. Oké, let's go. Eindexamen! Let's do this. Het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht. Hoeveel weten we nog van onze eindexamens? Helemaal niks. Eindexamen VMBO Femke Louise. Een 20 minuten durende versie van het examen wat jij ooit gemaakt hebt. Oké. Okay. Succes. Ik ben er neer, Femke. Bij mij ging het wel oké. Hoe ging het bij jou? Weet niet. Aangezien wij wachten op de uitslag, ga ik jullie even vertellen dat deze fantastische schoollijn van mij beschikbaar is bij HEMA. In de fucking winkel. Of op de website. Haal hem. En dan ben je vet populair volgend schooljaar. Als je toch schoolspullen moet halen, haal dan die van mij. Want ze zijn fantastisch. De uitslag is binnen. We beginnen met mijn cijfer. Nice. I'm happy. 6.9. Doe ik het voor het PMBO? Let's get it. Femke. Maar we hebben wel een leuke dag gehad. Ja, dat was wel een leuke dag. Oké, love you. Goedjes!